We hebben hier heel veel jaren van ons leven liggen. Op de vierde verdieping, ja. Mogen we nog even kijken, hè? Nou, zeker weten. Ja? Ja, leuk. Gewoon de lift naar boven? Ja, lift naar boven, de vierde verdieping, ja. Vier stuks, kijk maar. Gaan we even ons open. Nou, dat is ook wel eens anders geweest. Ja. God, zeg de vierde. Ach, jeetje. Ja. Jeetje, we hebben hier toch wel leuke dingen in gedaan. Ik had heel vaak opnames in liften. Ja, dat we derde in moesten enzovoort. Ja. En wat niet past en niet ging. Of een lift drukken en dan naar boven. Dan ging die weer niet open. Dan ging de deur opeens weer opnieuw open, ja. En weer terug. Luister, Jan. We worden gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Dat hebben we toch zelf in de hand? Ja. Breek je helemaal met je relationele vaardigheid. Ja. Hier stond de tafeltennistafel, ja. Een tijdje. En daarna de pooltafel. En hier zitten allemaal figuranten. Ja, dat was hier. Ja, ik zal dat nooit vergeten. Dat waren echt... Hier had Rinus helemaal zijn hok. Ja. Later pas moesten ze ergens anders zitten, ja. Geloof ik. Hè? Dat was de leggingcentrale hier. Dat was in die tijd heel modern. Oh, de legging, ja. En die vrouwen waren toen ook allemaal heel sexy gekleed. Die dachten, nou, we kunnen doorstoten. Zo, trekt u dat ding maar even uit. Waarvoor? Ik ga u onderzoeken. Dat heeft u toch net beneden op de polio gedaan? Het gekke, ja. Is, wanneer je zoiets maakt, dan realiseer je helemaal niet wat de impact is van zo'n serie. Ja. En dan hoor je wel getallen en zo, weet je wel, zoveel procent kijkdichtheid en 4,5, ja. 5 miljoen mensen die er naar kijken. Maar het is geen wonder dat al die mensen, die kwamen hier allemaal, ja. Naar boven, die hingen hier allemaal voor de ramen. Dit was op een zeker moment helemaal, ja. Afgeplakt. Hier stonden dranghekken. En vooral tijdens die tienertour gebeuren, dan stonden die meiden te zwaaien. En ja, inderdaad. Toen riep de meisje, kom, dus ik ging er even naartoe. Toen zei ze, roep jij Mark eens even, we willen een handtekening van hem. Dat was allemaal zo frustrerend. Hè? Wacht, ik zal de deur voor je open doen. Want mijn manieren zijn net zo charmant als het uiterlijk van jouw collega. Maar jouw collega heeft dat allebei. Je moet je voorstellen dat het een serie was waar... ik denk voor de mensen van de Tros misschien iets minder. Maar mensen van de dramaafdeling enzovoorts... die gewend waren Guy de Maupassant-verhalen te draaien met Jan Kea enzovoorts. Hoogstaand, ja. Drama. Die wilden eigenlijk hun handen daar niet aan branden. John de Mol, die de producent was, ik moest aan vrienden altijd uitleggen, wie is John de Mol nou eigenlijk? Oh, dat is de man van Willeke Alberti geweest. Oh, ja, ja, ja. Nou, dat was, oh, nee, maar dat was het gewoon. Dat is gewoon, ja. Heerlijk. En zo zat hier dus een gezelschap bij elkaar, waarvan over gezegd werd, wie zijn die mensen eigenlijk die dit acteren? Ze kunnen niks. Ja. En de mensen die hier werkten allemaal, dat waren allemaal mensen die bereid waren om er iets van te maken. Toen we dus een hit werden, toen waren we natuurlijk, ja. Een team. Nou, dat is maar die familie. Ik weet nog, we zijn afgekraakt in de kranten. En ik had daarvoor ook bij het Zuidelijk Toneel gespeeld. Dat heette toen nog Globen. En toen kwam ik ooit eens een acteur tegen die zei... Nou, dat jij je leent voor zo'n goedkope serie. En dat vertelde ik ooit aan Nico Knapper. Ik zal geen namen noemen, maar dat waren echt gerenommeerde acteurs. Als ik er niet meer ben. Zeg het alsjeblieft niet. Maar het gebeurt. Ik wil het niet. Toen zei hij tegen Nico, ik was best wel oversturen, goh, die acteur die vindt het vreselijk wat we doen. Toen zei hij, nou, dan ga ik hem eens uitnodigen voor een casting. En een paar maanden later stond die acteur die ik ooit in de stoofsteeg tegenkwam, in dat buurtje waar ik dan woon, die stond een paar maanden later een gastrol hier te vertolken. Eigenlijk door die opmerking van die het helemaal niks vond. Haal een dokter, dit is snel. Dokter! Dokter! Marie Bos, sterft het van de pijn. Ik zeg, wat maken wij hier eigenlijk? Hij zegt, nou, wij maken hier een feuilleton, hoor. Ja. En dat is iets wat eindeloos doorgaat. Ja, en alles was acceptabel. Ja, Bos. En niet op zo'n rechte stoel, maar meer op een divan. Achterover liggend in satijnen kussens. En ik jouw sprookjes vertel uit Duizend en Eén Nacht. Dat zou je wel willen, hè? Soms dan werd er ook een scène gespeeld door iemand dat ik echt dacht, dan had ik kromme tenen, werkelijk beschadigd. Ik ben zelf dood voor wat er werd neergezet. Ja. Dat is echt waar. En dan heb ik het niet over mezelf, natuurlijk. Ingrid, we kunnen toch over praten? Weet je dat ik er serieus heb over nagedacht om ontslag te nemen? Wat, om mij? Ja. Ben je een beetje trots? Nee, niet echt. Valt me wel je tegen. In de sminkruimte komt iedereen bij elkaar en gaat al zijn leed lopen vertellen aan de grimeuze. Wat voor een enorme eikel die regisseur is. Met wie ze nu moeten gaan spelen die voor geen meter deugt. Dat ze gisteren of vandaag gaan scheiden.
Of dat ze gisteren iemand hebben ontmoet waar ze nu compleet verliefd op zijn en totaal niet meer weten hoe ze die scène moeten gaan spelen zo direct. Ja. Dat soort dingen gebeuren allemaal in een spink. Die gineuzers wisten al voordat Mark het zelf wist dat hier een dame rondliep die Mark aan het inpakken was. En inderdaad gelukt. Wie was dat dan? Op mijn eigen vrouw? Dat was je eigen vrouw, ja. Dat zie je ook heel vaak, dat er een enorme band bestaat tussen de acteurs en de gineuzers. Ja, dat worden vaak ook hele dikke vrienden. En, toch? Jij ja, nou, ze zetten ook heel vaak een sfeer, hoor. Want je hebt soms hele prominente grimeurs en grimeuses die duidelijk ook wel maken dat een bepaalde acteur of actrice die binnenkomt, dat die eigenlijk toch niet geaccepteerd wordt. En ja. Nou, langzamerhand dan wordt dat hier zo verteld. Dus voor ik het weet, iemand die je aanvankelijk nog best aardig vond die binnenkwam, die wordt hier compleet afgebrand. Ja. En vervolgens is het werk ontzettend moeilijk gemaakt in de scène. Ja. Dus er worden carrières echt gebroken. Hallo. Ik ben Christine Blok. En ik ben Suzanne. Ik werk hier. Nou, ik heb wel betere hotels gezien hier. Het ergste was, er stond hier altijd fruit, maar dat was ongewassen. En ik baalde als een stekker, want dan moest je een appel pakken en dan zei ik, is het gewassen? Nee, het is niet gewassen. En ik zei, ja, maar ik ben een beetje allergisch daarvoor. En toen heb ik me ooit eens bij de schmink heb ik me allemaal rode puisten laten schminken. Toen ging ik weer terug. Ik zei, jullie wassen toch wel, hè? Want ik krijg echt ontzettend snel uitslag van die van ongewassen fruit. En dan speelde ik zo bloedserieus. Maar ik had inmiddels allemaal die pukkels. En dat is uit de hand gelopen. Want even later stond er eentje naar te janken. Wat moet ik nou? Probeer het even van je af te zetten. En dat kan ik niet. Je moet echt aan jezelf gaan denken nu. Als ik het had over een perineale prostatectomie of een testiscarcinoom, dan wist ik waar ik het over had, weet je wel. En ik kon mezelf ook een beetje palperen. Testiscarcinoom, dus balkanker. Exact. Okay. Dat had jij ja, toch? Jij mist toch geen bal? Daar begon de serie mee. Ook zoiets, weet je wel. Heb je eindelijk een hoofdrol? Als een bal bij je weg, ja. Dat is script 1 dat je onvruchtbaar bent. Ja, ik vind het heel erg voor je. Normaal gesproken neemt de overgebleven testikel alle functies over. En bij mij niet. Waar het ziekenhuis was, hadden we altijd die status, hè? Waar je het dossier. Oh, ja. Dat was zo fantastisch dat we die hadden. Want dan scheurde je inderdaad al die teksten eruit, stopte je ertussen. Ja. En dan zat je dus met elkaar te praten aan een bureau. En dan wist je het natuurlijk weer even niet, weet je wel. En dan zat je dus zo van. Ja, maar het is toch niet helemaal waar wat jij nou zegt. En dat gaf een soort van. Dat is echt waar. Ja. Dat is echt waar. Je vriendje Kees heeft me even op een andere kamer gelegd. Hey, moet jij met je eigen zaken doen? Oh, sorry. We hadden ook figuranten hier inderdaad lopen. En die figuranten die konden nog wel eens door een verkeerde handeling een hele scène op z'n kop zetten en dat alles weer overnieuw moest. Nog steeds blij met je beslissing? Heel blij. Nog steeds blij met je beslissing? Heel blij. Ik heb het allemaal overdacht. Weet wat je doet. Je kunt je voorstellen, op het moment loopt nu jij de camera achteruit. Dat zat ook wel eens op een karretje, dat noemen we een dolly. En dan rijdt hij naar achter en dan hadden wij zo'n twee gesprek met elkaar. Die wil dat Van der Wouden chef de kliniek wordt. Maar maak je geen zorgen, nou, maak geen schijn van kans, jij wordt het. Het was nogal kaal, zoals je dan nu ziet. Dan gingen we hier allemaal mensen uit zo'n kamer hier achter door laten komen of weer terug. En dat gebeurde overal. Waarom ga je niet bij je vader werken? Over mijn lijk, zeg. Nou, een bepaalde familie zie ik bij jou ook niet. Nee, de hele dag paard me rug. Ik moet er niet aan denken. Zo ook op een zeker moment een man met een lopend, hoe heet het, niet een statief, maar een infuus, zo'n lopend infuus. Pyjama aan, weet je wel, zo de gang erachteraan. Nou, die loopt hier ook zo. En een paar keer had die man het al verpest door dat net te links of te rechts te lopen, waar die buitenbeeld en er weer in of precies achter ons. Ja, meneer, loop nou gewoon. Ja, nee, niet zelf denken, gewoon lopen. U loopt, godverdomme, u loopt gewoon achter die mannen aan, ja? U loopt gewoon door. Pas als ik zeg dat u kan stoppen, kunt u stoppen. En die man is langzaam helemaal geparalyseerd. Ja. En die loopt zo door. Wij lopen door hier, deze deuren heen. Hier. Deuren gaan dicht, hier die man hoor je best. Boom! En die liep zichzelf gewoon te pletter tegen die deur. Dan weet u misschien ook dat er onderhandelingen gaande zijn tussen de directie van het ziekenhuis en Pharmaco over de uitbreiding van de kinderafdeling. En dit in de Linneberging, dat was ook leuk. Dan werd hier een figurant ingezet en dat was zogenaamd een kamer. En die kwam er dan pas uit op een teken van een regisseur. En het gebeurde inderdaad dat hier ooit iemand in is gezet en er werd gezegd, en je komt er pas uit wanneer wij dat zeggen. En die heeft hier geloof ik 2 uur gestaan of zo. Ja. We voeren een afwachtend beleid totdat ze teruggaat naar het verpleeghuis. We kunnen niets meer voor haar doen, dus wachten we af tot ze verslechtert. Ja, daar komt het helaas wel op neer, ja.
Maar ik heb haar verschillende malen verteld dat ze niet bang hoeft te zijn voor pijn. Dat we die kunnen voorkomen. Hans Galesloot, die het geschreven had, de schrijver, was niet zomaar een schrijver of zo. Hè? Dat was dus iemand die onvoorstelbaar goed in de gaten had. De mix tussen een verhaal vertellen, wat kennelijk op de een of andere manier ergens over ging. Wat een bepaalde diepte toch nog wel had. Dokter, ik wil niet meer. Ik heb van iedereen al afscheid genomen. U moet niet zo depressief zijn. Heus, wij zullen ervoor zorgen dat u... Kunt u me iets geven waardoor ik inslaap? Ik ben dat gemartel zat. En tegelijkertijd, eigenlijk om het heel plat te zeggen, het boeketreeksachtige van dokter met zuster enzovoorts. Maar dat waren wel volwassen problemen van hoe ga je om met een nieuwe vriendin of met je eigen leven enzovoort. En dat was iets wat heel erg de soaps ook was. Is hier een dokter in de zaal? Ik heb dringend hulp nodig. Nou, mevrouw, bocht u even. Je kunt de sterren van de hemel spelen, maar als je een slecht script hebt, dan zullen mensen na afloop niet zeggen van dat was een slecht script. Ze zullen altijd zeggen, nou, jij speelde niet zo lekker. Terwijl, al kun je totaal niet acteren, maar je hebt een goed script met een goede verhaalleiding en een spanning opbouw, dan zeggen mensen, nou, je speelt fantastisch. En dat zie je ook in Amerika, een topacteur. Je zal altijd eerst kijken naar het script. Want je kunt nogmaals de sterren van de hemel spelen. Als het script niet deugt, jongen, dan ben je nergens. Ingrid! Laat me los! Onze kreet! Pas jij maar op, jongen! Pas jij maar op als ik merk dat je me bedondert. Wij hebben je ook nog wel eens 's avonds op de set geslapen. Wanneer we bijvoorbeeld het niet haalden. En dan moesten we gewoon opnames moesten we, inhalen. Ja. En dan sliepen we hier gewoon in die bedden. Ja. Of zeker, dat was een soort de realiteit. En wat wij werkelijk aan het doen waren, dat was een soort van één. Wij waren misschien eigenlijk wel de eerste Big Brother. Ben je met Van der Wouden in de bed geweest? Nee. En dat moet ik geloven. Geloof je het niet? Je bent met hem naar bed geweest. Geef antwoord! Nu heb je heel veel making-of-programma's. Dus mensen weten inmiddels wat er achter zo'n opname zit. In die tijd denk ik nog niet. Dus realiteit en fictie liepen best nog wel een beetje door elkaar heen. Dat edelmoedige gedoe van jou, dat begint me onderhand aardig de keel uit te hangen. Weet je dat? Oh ja? Zo zijn er ook mensen bij de balie geweest die met nadruk zeiden dat ze door meneer Mark Klein Essing behandeld wilden worden. En niet door mij. Dat... En heel serieus, hoor. Mag ik even naar je buik luisteren? U wel. We gingen vaak s'avonds uit en dan met elkaar ook. En dan was het ook zo'n prachtige zomer. Was. Ja. Zat je nog 3-4 uur s'nachts zat je nog buiten. Ik denk, nou, nog één drankje. Nou, ik moet naar bed, jongens. Ik moet morgen draaien. Dat kan gewoon niet. En dan werd het steeds later op een zeker moment. Ja, blijf nou maar zitten gewoon. Je kan beter gewoon terug gaan rijden. Ja. En dan zag ik ook wel eens iemand binnenkomen. Die zag gewoon helemaal gefragmenteerde ogen zo. En ik denk, oh, en die moest toch de hele dag. Dus regelmatig deed je een deur ergens open. Ja. Waar acteurs lagen hun roest lagen uit te slapen van de avond ervoor. En zei, je moet zo'n scène spelen. Wat? En ik kreeg ze met zo'n verfrommelde kop. Ja. En dan zag je Nico zo kijken, is er iets? Nou, ik keek er niet echt helemaal. Nee, nou ze hebben inderdaad wel eens, dat had je in een kussen gelegen, helemaal naar de galamiezen. En die waren gewoon niet weg te werken. En dat kun je nog terugzien. Er zijn bepaalde scènes, dan zeg je, oh ja. Je vergis je in de kleedkamer. Voor mij heb je toch niks te verbergen. Rinus Michels, hè? Rinus Michels, Michels, niet te verwarren met de bondscoach. Zijn neef. Schijnt wel familie te zijn. Ja, zijn neef. Zijn neef. Die regelde de figuranten. Was een ex-geluidsman was dat. Ja, maar die liep ook altijd met een oortje in. En hij maakte ook heel vaak de figuranten wijs dat Annemiek Verdoorn eruit zou vliegen. En hij, en hij was dan op zoek naar een opvolger. Oh, was dat zijn eerste verhaal? Is dat waar? Ja, dat weet jij ook wel. Nee, dat weet ik niet, dat hij dat op die manier deed. Kleine hokje en dan zagen we daar weer een paar leggings naar binnen gaan. Dan had hij weer een intakegesprekje. Het was een groot jongensboek en we verdienden nog leuk ook. En het was allemaal nog heel open en fantastisch. Echt een fantastische tijd.